Sinds 1991 heeft het Fonds Schiedam-Vlaardingen en Omgeving financieel bijgedragen aan duizenden projecten in het waterweggebied. Bijzonder aan ons regionale fonds is dat we een relatief klein werkgebied hebben en de projecten die we steunen zeer uiteenlopend van aard zijn. Jaarlijks krijgt het fonds zo'n 350 aanvragen op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, natuur en milieu, sport en vrije tijd, gezondheid en educatie. Ons kantoor is gehuisvest midden in het werkgebied. In de oude Rederswoning, in de volksmond beter bekend als Villa IJzermans aan de Schiedamseweg in Vlaardingen, zijn mensen welkom op ons spreekuur en kunnen ze er de gratis cursussen volgen die we geven. Hier ontvangen we graag de initiatiefnemers die met hun projecten het verschil maken en op die manier positief bijdragen aan de samenleving. Het Fonds Schiedam-Vlaardingen is een vermogensfonds. We hebben ooit een vermogen gekregen toen er twee banken zijn verkocht in Schiedam en Vlaardingen. En met de opbrengsten van dat vermogen steunen we maatschappelijke projecten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. We zijn dus een regionaal fonds en regionaal actief. We hebben contact met honderden stichtingen en verenigingen. Ik schat zo'n 300 tot 400. We krijgen gemiddeld 350 aanvragen per jaar, waarvan we er zo'n 250 positief beoordelen. De bedragen variëren van 500 euro tot bedragen boven de 100.000 euro. Bij het beoordelen van aanvragen maken we onderscheid tussen professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties. En voor professionele instellingen is altijd de vraag, wat doe je nu extra bovenop je normale taken? We proberen steeds beter in contact te treden met onze aanvragers of potentiële aanvragers. En dat doen we door consequent te communiceren via Twitter, via Facebook, via onze website. Maar ook bijvoorbeeld door het spreekuur, zodat mensen gewoon met ons in contact kunnen treden en daadwerkelijk vragen kunnen stellen. Je kan ons ook bellen. Je kan ons op allerlei manieren benaderen. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Ondanks het gebouw met de grote drempel waar we in zitten, is iedereen van harte welkom. Laat het je er niet van weerhouden om hier naar binnen te komen. Zie het als een uitnodiging om het gebouw van binnen te komen bekijken. Kom en stel je vragen op het spreekuur. Elke stichting of vereniging die een project heeft dat een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis kan een aanvraag indienen. Daarnaast hebben we speciale programma's voor burgerinitiatieven en voor jongeren, projecten van jongeren. Het programma voor de burgerinitiatieven noemen wij Uw Initiatief en het programma voor de jongeren noemen we Jouw Idee. Er is een hele grote groep aanvragers die ons goed weten te bereiken, maar we hebben gemerkt dat er ook nog een groep aanvragers is die het fonds nog niet weten te vinden. En we willen heel graag dat die ook de mogelijkheden die wij bieden benutten. Bij vernieuwende projecten gaat het vooral ook om een nieuwe aanpak. Dus je moet denken aan een project als de Buurtvrouw. Dat is een buurtwinkel en een horecagelegenheid en een plaats waar mensen van afstand tot de arbeidsmarkt weer kunnen reïntegreren. Al die taken worden daar gecombineerd en daar zijn allerlei verschillende mensen actief. Ja, niet elk project kan vernieuwend zijn. Sportverenigingen willen gewoon graag lekker sporten. En toneelverenigingen willen heel graag gewoon een goede voorstelling neerzetten. Mensen mogen meerdere aanvragen per jaar doen. Het gaat er wel om dat je een goed project hebt wat echt iets toevoegt. Dus een project dat het verschil maakt voor jouw doelgroep. De eerste les in fondsenwerving is eigenlijk toch verdiep je in het fonds waar je een aanvraag moet doen. En in ons geval betekent dat dat je het beste even op de website kan kijken. Nou ja, wat wel bijzonder is, is dat we inderdaad maar in 3 gemeentes actief zijn. En dat we heel veel verschillende projecten ondersteunen. Daardoor kennen we zo'n beetje alle stichtingen en verenigingen en aanvragers in ons gebied. En dat stelt ons ook in staat om combinaties te maken. Dus om mensen te vertellen van, goh, je hebt dit project, misschien kan je samenwerken met die club of samenwerken met die club. En daar zijn we steeds beter toe in staat. En dat vinden we een belangrijke rol ook voor het fonds. Thank you.